Grauwe ganzen hebben het voedselrijke gras nodig op de graslanden om te kunnen leven. Ze zijn namelijk planteneters. Daarentegen maken ze gebruik van de moerassen om te ruien en te broeden. Daar is het veiliger dan op het open grasland. Ganzen vormen paartjes die samen zorgen voor de jongen. Doordat ze in groepen gaan grazen, kunnen ze meer gevaren zien aankomen en zo de jongen beter beschermen.